Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. Vandaag gaan we het hebben over grafen. Grafen maken we om iets ingewikkelds makkelijk leesbaar te maken. Het is eigenlijk een speciaal soort diagram, waarin we met een schema iets weer willen geven. In dit geval zie je een voorbeeld van een stamboom. Die ken je misschien al. En in een stamboom kan je heel makkelijk zien hoe een familie is opgesteld. Een graaf bestaat altijd uit punten en uit lijnen. En in dit geval zijn de punten mensen en de lijnen de relatie die ze hebben tot elkaar. Hiernaast zie je een voorbeeld van een tweede graaf die geplakt is op een plattegrondje. In deze graaf kun je zien welke veerboten varen tussen verschillende steden. De punten zijn de plaatsen waar ze aanmeren en de lijnen zijn de verbindingen. Er gaat bijvoorbeeld wel een veerboot van Portsmouth naar Guernsey, maar niet eentje van Portsmouth naar Poole. Graven zijn dus een manier voor ons om op een schematische wijze informatie te geven, zodat we dat snel kunnen lezen. Laten we er eens een paar opdrachtjes bij doen. Hier zien wij een voorbeeld van de graaf die je misschien wel eens bij een metrostation hebt zien hangen. Op een makkelijke manier kunnen wij hier zien welke metro's er rijden en langs welke stations ze afgaan. De punten zijn hier stations en de lijnen zijn de verbindingen, de sporen die daar liggen. Dan gaan we eens kijken. Hoeveel stations zitten er tussen Amstel en Nieuwmarkt? Ik zie dat de Nieuwmarkt daar zit en Amstel daar. En daar tussenin zitten precies 3 stations. Ik zou ook kunnen kijken welke lijn ik moet nemen om van Sloterdijk naar Centraal Station te gaan zonder over te hoeven stappen. Dan zie ik dat als ik over de oranje lijn ga, ik in één keer van Sloterdijk naar Centraal Station kan gaan. Dus dat betekent dat ik lijn 51 moet hebben. Soms dan zie je getallen bij een graaf staan en dan wel bij de lijnen. En als er getallen bij de lijnen staan, dan noemen we dat een gewogen graaf. De lijnen hebben namelijk een gewicht. We zien hier een graaf die gaat over hoeveel minuten het kost om met het openbaar vervoer, met de trein, van de ene naar de andere stad te gaan. Dan zie ik dat als ik van Amsterdam naar Amersfoort wil reizen, ik er 34 minuten over ga doen. Tussen Amsterdam en Zutphen zal ik altijd via een andere stad moeten reizen. En het lijkt erop dat Amersfoort het kortste is. Dus dan tel ik de minuten die het mij kost om van Amsterdam naar Amersfoort te gaan en daarna naar Zutphen bij elkaar op. En dan kom ik erachter dat ik 22 minuten onderweg ben. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze wiskundevideo en ik wens je heel veel succes met de opdrachten. Mocht je nog meer video's willen zien van dit hoofdstuk, kun je op de afspeellijst drukken. Of misschien wil je gewoon een nieuwe wiskundevideo bekijken. Mocht je nou geen leerling van me zijn, maar heb je nog wel vragen, kun je een opmerking achterlaten. En dan probeer ik hem zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik wens je een hele fijne dag.